gaan naar sportverslaggever Ronald Schreter. Die staat voor ons bij het NAC-stadion. Ronald, wat zijn de reacties daar? Nou, iedereen vindt dat dit het beste is voor NAC, maar ook voor Graham Rutjes. Want wat is gebleken? Ja, Graham Rutjes is geen goede technisch directeur. Ja, NAC was al een tijdje klaar met Graham Rutjes en nu is dus Graham Rutjes ook klaar met NAC. Geen draagvlak meer. En de algemeen directeur, Justin Goedzee, ja, die snapt het wel, het besluit van Rutjes. Ik kan me die beslissing heel goed voorstellen. Je zou het aan Graham zelf moeten vragen, maar hij heeft ook kritisch naar zichzelf gekeken. En vond de druk ook lastig worden. En dat snap ik heel erg goed. Ja. Ja, jij vindt zijn positie eigenlijk ook onhoudbaar geworden? Ja, dat vind ik niet aan mij om daar iets over te zeggen. Ik heb in ieder geval een strijdbaar iemand gezien die tot op de laatste snik heeft geprobeerd NAC te helpen. Ook weer in de winterstop door veel inspanningen te leveren in het halen van nieuwe spelers. Maar wat was nou, Ronald, het probleem van Rutjes? Waarom lag hij onder vuur? Nou, Rutjes heeft eigenlijk toch wel tal van aanwijsbare fouten gemaakt. Eigenlijk is het een opeenstapeling van fouten die hij in het loop van het jaar gemaakt heeft. En ja, nou goed, daar heeft hij uiteindelijk dan zelf ook maar ingezien van dat het zo niet langer kan. En heeft hij de pijp aan Maarten gegeven. En de grote vraag is natuurlijk nu, wie gaat nu dat technisch beleid voeren? Ja, eigenlijk is er maar één man bij NAC die dat nu kan gaan doen. En dat is de trainer Robert Maaskant. En die loopt er ook niet veel weg. Ik ga het nu korte termijn. Is het niet anders. Ja? En gaan we volle kracht om de goede beslissingen te nemen. Ook voor de toekomst van NAC. En over volgend jaar ga ik nog niet beslissen. Ja, Ronald, dat is NAC. Maar je hebt ook laatste nieuws over RKC. Vertel. Ja, klopt. De trainer van RKC, Martin Koopman, die gaat per direct weg. En de reden daarvoor zijn de tegenvallende resultaten. Dus NAC kan op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Of Robert Maaskant moet het worden. En RKC kan op zoek naar een nieuwe trainer. Dankjewel, Ronald Schreter daar in Breda. En het laatste nieuws over RKC vindt u natuurlijk ook bij ons op de site.